Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de sunset stitch haken. En de sunset stitch is zo leuk, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. Ja, er zijn zoveel leuke steken om uit te proberen en ik probeer zelf ook iedere keer met andere haaknaalden te haken bij welke wol. En de sunset stitch, ja, het is echt Engels, hè. Sunset lijkt op een sunset, omdat hier dus eigenlijk deze stokjes net boven die rij uitkomen. Maar eerst wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren. Daardoor kan ik ook elke keer nieuwe steken bedenken. Of ja, ik bedenk ze natuurlijk ook niet zelf. Het zijn allemaal gewoon... deze video gaat over vaste en halve stokjes. Dus de sunset stitch, zo ga ik hem noemen. Ja, die lijkt eigenlijk een beetje op gebreid, omdat hier dus zo mooi die steker op komt te vallen. En de achterzijde, die zal ik ook even goed laten zien, die is ook heel mooi. En aan de achterzijde maak je de halve stokjes. Dus ja, ik ga nu een woondeken van maken, omdat het eigenlijk heel goed leent, omdat ik nu haaknaald nummer 9 heb gebruikt, haaknaald nummer 9, en daar is de wol ook heel goed voor geschikt, want dan krijg je ook echt een lekkere, soepele, ja, wat je ook wil maken. Je kan er een vest van maken, een woondeken. Nu ga ik dus een woondeken maken. Het zijn maar 2 toeren, dus ik leg het dadelijk in de tutorial helemaal rustig uit, zodat je het ook goed kan volgen. Ik ga heel even het licht aanzetten, kijken of het beter is. Nee, toch niet echt. Dit is mooier. Als ik de tutorial eigenlijk gewoon van begin af aan uitleg, dan kan iedere beginner deze woondeken maken. Ja, het valt heel soepel. Het is een hele mooie steek. Hij is per toeval door mij, ja, ontdekt. Ik heb natuurlijk de Happy Muts gehaakt, maar toen dacht ik gewoon van, het moet nog makkelijker kunnen. Ook een beginner moet deze steek kunnen leren. Dus het is gehaakt, maar ja, het is net gebreid. Het is echt een hele fijne, soepele steek. Je haakt de sunset stitch met haaknaald nummer 9 en dan denk je, ja, hoe kom ik nou toch aan zo'n haaknaald? Ik heb bewust een keer een setje bamboe haaknaalden besteld bij AliExpress en toen kreeg ik dus een hele set binnen. En als je dus die hele set binnen krijgt, ja, dan ben je eigenlijk ook wel heel erg blij, want daar zitten heel veel maten in. En ik zal de link van AliExpress eronder zetten. Dus ik heb hier haaknaald 9. Ja, al die... Even kijken hoe... Dit is haaknaald... Oh, dit is haaknaald 3. Hij lijkt natuurlijk nu even dun, omdat ik eigenlijk nu de woondeken op haaknaald nummer 9 heb gehaakt. Dus deze wordt het, haaknaald nummer 9. Je hoeft natuurlijk niet die set te bestellen, maar... Ik zet het linkje even onder de video, zodat ja, dan kan je weer lekker vooruit. En ik ben eigenlijk begonnen met bamboe of houten, ik weet niet of het bamboe of hout is, haaknaalden te bestellen, omdat ik eigenlijk als ik met een werkje bezig was en ik ging het vliegtuig in, dan kon ik gewoon niet meer verder haken. En op zich vind ik het ook lekker licht. In het begin denk je, oh, het is een beetje stroef. Maar zo gauw als dat je eigenlijk 3 toeren verder bent, dan zijn ze gewend. Of je haalt het even door je haren heen. Het is eigenlijk net als een schuifspeld die af en toe niet meewerkt. Maar als je dan eenmaal glad is, zeg maar, en gewend aan je wol, nou, dan haak je er echt heerlijk mee weg. Maar je kan natuurlijk je eigen haaknaalden gebruiken, wat je ook wil. Het is maar een tip.
En ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met dit zakje van AliExpress. Dus de link van AliExpress zal ik onder de video zetten. Je hebt natuurlijk ook nog nodig een schaartje, een centimeter. En dan gaan we beginnen met de losse ketting. Tot zo! Je hebt nog nodig om een woondeken te kunnen haken van de Sunset Stitch. Ellison en May, dus deze is van Action. Die is 100% polyester. Ik dacht eerst van, oh, nou, dat is echt helemaal niet fijn. Maar ik moet zeggen, met haaknaald 9, daar ben ik gewoon eigenlijk heel erg blij mee. Want hij voelt echt wel heel soepel aan. Maar goed, het is dus wel 100% polyester. En er zit 970 meter op die Gigantic Cake. Zelf heb ik er 2 gekocht. En dan heb je dus natuurlijk bijna 2000 meter wol. Dus dan kan je een lekkere woondeken van haken. En de Sunset Stitch, ja, die is gewoon echt heel goed te doen voor beginners. Dus als je 2 van deze bollen haalt, en met 1 kan je ook nog een heel eind komen. Maar met 2 bollen wol. En dan zal ik onder de video de afmetingen zetten hoe ver ik ben gekomen. En hoeveel, hoeveel wol dat je daarmee, of hoe ver dat je met je deken kan haken. En dan gaan we nu met de opzetketting beginnen, met de losse ketting. Je hebt dus nodig een schaartje, een centimeter. Nu heb ik, oh ja, een centimeter. Dan kan je even meten hoeveel dat je komt. Ik had 95 steken opgezet en dan kwam ik mee op 90 centimeter. Maar ik zal nu het aantal steken tellen wat ik met 20 centimeter haak. Dus we beginnen. Kijken of ik het licht even uit moet doen. Dit is misschien beter. Opzetlus. En dan gaan we 20 centimeter losse haken en het moet een oneven aantal zijn. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En dan gaan we even meten hoe ver dat we zijn. Ik heb iets meer dan 20 centimeter. En dat is ook eigenlijk heel goed, want die oneven steek. Oh, het schiet de hele tijd weg. Ik heb nu 19 los opgezet en dan heb je 20 centimeter, want die laatste, die oneven steek, dit is de opzet, eigenlijk de eerste steek. En dan steek je in deze steek in, dus je steekt eigenlijk nooit in waar je lus uitkomt. Je steekt in die tweede steek in en dan gaan we allemaal vaste maken. Dus je had 19 steken en dan moet je 18 steken nu op de losse ketting zetten. Dus 1, 2, het zijn vaste, 2 vaste. 3, 4,
5 en dan haak ik even tot het eind en dan zie je me dadelijk weer terug. Kijk, ik ben nu op het einde van de vaste. Ik heb nu 16 vaste, dit is de 17e en dit is de 18e. Dus hoeveel steken dat je op opzet, dat maakt niet uit. Als je maar een oneven aantal pakt, dus als je 95 losse ketting maakt, dan maak je 94 vaste op die losse ketting. Kijk, en dit is 20 centimeter ongeveer, hoor. Even kijken nog een keer. Ja, dit is 20 centimeter. Dus als je allemaal lapjes wil maken van 20 centimeter, kan ook, wat je ook wil. Dit is echt de uitleg van de steek van de sunset stitch. Nou, het klinkt eigenlijk helemaal niet lekker, maar ik vind het echt een zonsondergang steek. En dit is je eerste rij met vaste. Dan gaan we nu naar de tweede rij. Tweede toer met 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we aan de achterkant van het werk. Daar gaan we iedere keer 1 steek overslaan en 2 halve stokjes maken. We slaan deze over. Dus die eerste steek slaan we over. En dan gaan we in deze tweede steek hierin gaan we 2 halve stokjes maken. 1, 2, dan sla je weer 1 steek over en dan gaan we 2 halve stokjes maken. En je kan dus met deze steek, de sunset stitch, kan je dus met iedere soort wol kan je die haken. Dus dan kan je ook met royal haken of met haaknaald nummer 4 als je dat mooier vindt. Ja, dan heb je gewoon meer een langere losse ketting nodig. Als het maar een oneven aantal is. Je slaat nu na die 2 halve stokjes 1 steek over. En dan ga je weer in die volgende steek ga je 2 halve stokjes haken. En dan sla je weer 1 steek over en weer 2 halve stokjes. En zo maak je de hele toer af. Ik ben nu op het einde van de toer en ik heb nu 8 groepjes van halve stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En in de laatste steek, dus je slaat weer 1 steek over, dan maak je 1 half stokje. En dan is dit toer 2 van de sunset stitch. Ja, ik moet er wel even aan wennen nog aan de steek, maar ik vind het wel heel leuk om een steek een naam te geven. Want hij lijkt een beetje op de star stitch, maar dat is het niet. Iemand zei het lijkt op een lotusbloem, maar ja, daar kon ik eigenlijk niet zo goed de naam op bedenken. En de sunset stitch. En als je deze steek nou maakt, zet dan ook bij de foto op social media de hashtag erbij met hashtag sunset stitch. Dan komen al die steken op Instagram of op Facebook bij elkaar. We gaan nu naar toer 3. Toer 3 beginnen we met 1 losse. En dan keren we het werk. En nu gaan we allemaal vaste maken in de achterste lus. En toer 3 is eigenlijk weer gewoon allemaal vaste. En dit is dadelijk de herhaling. Dus we zijn met 1 losse
omhoog gegaan en je gaat nooit insteken in waar je lus uitkomt, maar je pakt die volgende steek. In de achterste lus maak je nu allemaal vaste. En omdat het met haaknaald 9 is, is het echt wel een lekker opschietprojectje. En de wol leent zich echt hier heel goed voor. Ik merk gewoon dat dit ook echt lekker weghaakt. Zie je? Ik ben nu gewoon aan het praten. En zo snel als ik het doe, ja, dat hoeft helemaal niet. Zet de video langzamer. En ik zet ook altijd ondertiteling aan op de video, zodat als je ergens stopt of zo, dat de ondertiteling lekker blijft staan. En dan kan je gewoon met je iPad of achter je laptop lekker doorhaken. Dus toer 3 is in achterste lus allemaal vaste. En dan zie je dat er eigenlijk al een randje komt, maar dadelijk krijg je nog een mooier randje. En dan zal ik even het voorbeeld pakken. Zie je hoe mooi dit die randjes dan naar boven komen? Nou, ik maak even de toer 3 af en dan zie ik je op het eind. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de derde toer. En zorg dat je ook goed het einde van de toer pakt. En dat je je steken telt. Dit is de 17e steek en nu de 18e steek. En dan weet je gewoon, oh, mijn zijkanten blijven netjes recht. Doordat je die steken kunt tellen als je dat wil. En anders zet je een steekmarker op het laatst erin. Dus eigenlijk waar je eindigt, dat je even een steekmarker erbij zet. Dus stel je eindigt hier, dan zet je hier dus even een steekmarker in. Kijk, en dan maak je de volgende toer. Haast heeft helemaal geen zin. Je moet eerst proberen de steek onder de knie te krijgen. En het is geen moeilijke steek. Het is gewoon eventjes, ja, even goed kijken en kijk de hele video af, dat scheelt ook altijd. Maar nu gaan we dus naar de vierde toer. We beginnen de vierde toer met 2 lossen. En het zijn ook maar 2 toeren. Dus toer 3 en toer 4 herhalen zich de hele tijd. En we hebben nu dus, hier zie je, in die, dit is de achterzijde van je deken of van je steek. Hier boven, hier moeten we precies eigenlijk die 2 halve vaste weer inzetten. Dus je slaat deze steek over en je zorgt dat je boven die 2 steken van die vorige toer, kijk hier, hier zijn die 2 halve vaste ingegaan en dan moet je zorgen dat je hierboven die 2 halve vaste weer inzet. Dus 2 halve vaste in 1 steek. En dan pak je wel gewoon de 2 lusjes. En deze sla je over en dan ga je weer 2 halve vaste. Nou schiet mijn haaknaald eruit. En lekker rustig blijven haken. En straks kan je deze steek gewoon bij de tv. En daarom vind ik hem toch wel heel fijn. Want op z'n tijd vind ik het heel fijn om een deken te haken. Gewoon bij de tv. Lekker een dekentje haken. Niks mis mee als ze zeggen wat wordt het. Ja, gewoon. En lekker aan het haken, een woondeken. 1, 2. Dus deze toer, toer 4, die haak ik nu helemaal af. En je kan ook terugkijken dat je goed die steek overslaat. En goed zorgen dat je op het einde de laatste steek pakt. Maar ik zie je op het einde van de vierde toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo.
We zijn nu op het einde van de vierde toer en we gaan het laatste groepje maken. Dus we hadden 8 groepjes van 2 halve vaste. Deze sla je weer over 1 steek en dan pak je die laatste steek en is altijd een beetje moeilijk, tenminste moeilijk. Ik vind het altijd lastig te zien, maar als je hier dus een steekmarker in had gezet, dan kan je het ook zien. En dan maak je nog een half stokje. En dan zorg je dat je weer 8 van die groepjes van 2 hebt. Als je dus lapjes van 20 centimeter haakt, dan is het langer. Ja, dan heb je meer groepjes. Toer 3 en 4 herhaal je iedere keer. En nu gaan we dus draaien en gaan we naar toer 5. En dat is hetzelfde als toer 3. We gaan nu naar de vijfde toer met 1 losse en dat is hetzelfde als toer 3 en misschien weet je het nog, je gaat dan in de achterste lus ga je haken en niet die je pakt niet die lus waar je haak naar waar je draad door komt, maar die volgende, die steek je in en daar maak je allemaal vaste in de achterste lus ga je vaste maken. Dit is toer 5 en die is hetzelfde als toer 3. In de achterste lus allemaal vaste en ook een beginner kan dit, alleen die snelheid, ja, daar moet je nu even niet op letten. Ik ga misschien nu heel snel, maar ja, ik haak natuurlijk al best wel lang. En ik zie op het einde van toer 5 zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vijfde toer. En pak goed de laatste lus. En ik vind op het eind, ja, dan steek ik gewoon in zodat het lekker stevig is. Zo. Dit is dus de vijfde toer. En je ziet dat al een hele mooie, kijk, alsof het gebreid is, dat je zo'n mooie ribbelranden krijgt. En ik ga nu even, en je ziet ook een beetje echt die sunset stitch, hè, dat het zo mooi bij die breide steek boven de sunset, net alsof er een zonnetje boven het water uitkomt. Ik ga nog even toer 6 mee uitleggen en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We beginnen aan toer 6 met 2 lossen. Dus de even toeren zijn hetzelfde en de oneven toeren zijn hetzelfde. En dan zoek je weer eigenlijk die steek op waar je dus 2 steken in hebt gezet van de vorige toer. En dit is weer de even steek en dit is eigenlijk de achterkant. Dus je haakt de halve stokjes op de achterzijde van je werk en dan zie je aan dit koordje. Normaal gesproken de voorzijde zit het koordje altijd links en nu zit het aan de achterzijde, doe je dus de 2 halve vaste. En ik moet die steek even zoeken. Ja, dus je slaat deze over en je zet 2 halve vaste in 1 steek. Je slaat deze over en je pakt de volgende. En dit is toer 6. En als je nooit haakt, dan denk je: "Oeh, ik weet niet of ik dit kan." Maar als je stokjes kan haken of halve vaste zijn dit, dan kan jij dit ook. En dan heb je een heel ander resultaat dan alleen een deken met stokjes. Je slaat deze over. En je maakt 2 halve vaste. En zet de video gewoon even stop. En haak dan lekker mee.
Kijk wel eerst altijd even heel de video af. Altijd handiger, want dan zitten er soms toch wel foefjes in dat je denkt, oh ja, als ik dat had geweten. Het is echt wel haaknaald nummer 9, het is een flinke haaknaald, maar het haakt eigenlijk heel goed weg, want ik ga nu helemaal tot het eind deze overslaan. En dit haak, dit is echt de achterzijde van het werk en dit is nu de voorzijde van het werk. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar mensen die hem bijvoorbeeld op haaknaald 4, dat je dan ook wol met haaknaald nummer 3,5 of 4 pakt en hoe het er dan uitziet. En dat je dan even een foto maakt en anders stuur hem naar mij toe, naar iedereenkanhaken@hotmail.com, de foto. Of via Facebook, of via Messenger, of via Instagram, via een DM'tje, een direct messenger. Dan, ja, dan plaats ik die foto en dan zet ik de hashtag erbij en dan komen al die foto's bij elkaar. Nou, dit was het einde van de 6e toer. Even kijken, want ik moet wel natuurlijk op het einde de vaste, of de halve vaste zetten, halve vaste, een halve half stokje, want anders krijg je natuurlijk geen rechte zijkanten en je wil natuurlijk rechte zijkanten. En ja, toer 3 en 4 zijn elke keer hetzelfde, dus toer 3 is toer 5 en toer 4 is toer 6 en dit is de juiste mooie kant. Nou, dit is weer de video van Iedereen kan haken. Ik hoop ja, dat je het leuk vindt dat ik video's maak. Ik zou zeggen, ja, duimpjes omhoog, abonneren en tot de volgende video. En dankjewel voor het kijken. Tot ziens!